Ik ben Job Wouters. Ik ben typograaf en grafisch ontwerper. Dit is mijn nieuwe studio. Dit is een beetje een experiment. Ik zat te tellen, ik heb al 6 studio's gehad sinds ik afstudeerde. En van hele grote, chique, naar hele kleine, naar hele drukke, naar hele... Nou goed, allerlei soorten varianten. En nu heb ik wel het gevoel dat ik een plek heb gevonden waar ik me gewoon heel erg thuis voel en goed kan bewegen. Het is eigenlijk een soort ideale combinatie van dat ik gewoon rustig kan werken, maar dat er ook gewoon superveel gebeurt en dat er heel veel mensen met allerlei dingen bezig zijn. Dat klinkt een beetje vaag, maar ik bedoel... Nou, toen ik opgroeide was ik altijd bezig met graffiti. Dus dat is echt een heel duidelijk begin van een fascinatie voor letters. Maar niet alleen letters, ook vorm en kleur. Ja, hoe je een boodschap verkondigt of impact. En wat je, zeg maar, hoe letters eruit kunnen zien en wat ze allemaal kunnen vertellen. De laatste tijd vind ik die hele klassieke calligrafie weer heel interessant. Ook voor het Duvel-project natuurlijk heb ik ook... Het is een soort calligrafisch ding, maar dan een soort nieuwe context. Ja. Het was wel een goed experiment. Wat lastig was, dat ik moest natuurlijk ontwerpen op papier. En ik, omdat er wit in zat, heb ik op grijs gewerkt. En het, ja, het is natuurlijk niet grijs, het is doorzichtig. Het uitgangspunt was om 2 keer Duvel te schrijven. Dus 1 keer normaal, zodat je het kan lezen, en 1 keer op zijn kop. Zodat als je drinkt, dat je het ook kan lezen. Dat ik merkte dat als je die letters spiegelt en dan onder elkaar weer spiegelt, dat het een soort maskers worden. Dat vond ik aanleiding genoeg om die te maken. Dus